Hallo allemaal, ik ben Bol Brijs en ik ga jullie vandaag mijn plusproject voorstellen. Ik heb gekozen rond het onderwerp tennis. Ja, tennis heel uitgebreid natuurlijk. Ik heb vier dingen gekozen wat te maken heeft met tennis, want als ik ze allemaal had moeten benoemen, dan kon ik hier een hele dag naar mijn filmpje liggen kijken. Maar ik heb er dus vier uitgenomen: de ontstaansgeschiedenis, spelregels en het materiaal. Belangrijke factoren en de Grand Slams. Maar dan, waarom heb ik tennis gekozen? Ik tennis al vanaf mijn 3 jaar. Dit is mijn eerste les en dit is mijn eerste toernooi in 2013. Mijn gezin dan. Tennissen met heel de familie. Heel de familie tennist. We noemen het zelf de tennismicrobe. Mijn gezin tennist bij TPC Koersel. Dit zijn ik en mijn broer op het tennis. En dan de lessen die ik daar volg. Ik doe dat 2 keer in de week. Vroeger deed ik dat altijd samen met Kobe. En ik doe dat al vanaf mijn 4 jaar. Dit ben ik en Kobe tijdens de Interclub. En dan gaan we over naar het eerste echte thema: de ontstaansgeschiedenis. Het begint allemaal in de middeleeuwen. Toen speelden ze met een beklede bal gevuld met haar. Ze sloegen die bal over het net met haar handen. Is later geëvolueerd naar handschoenen. En nu het raket natuurlijk. Maar dat is nog niet in de middeleeuwen. Het is een sport voor rijke mensen. En de naam tennis is afkomstig van het Frans woord dîner, wat betekent pak aan. Dan de vroegmoderne tijd. In 1500 ontstond het eerste raket. De snaren waren van schapendarmen, daarna van kattendarmen en daarna van kunststof. Het raket zelf was van hout, daarna aluminium en daarna kunststof. Het aluminiumraket is ontstaan in de jaren 70 en het raket wat we nu kennen in 1980. Dit zijn de drie raketten dan nog eens: het houtraket, het aluminiumraket en het kunststofraket wat we nu kennen. Dan, ontstaan van de regels. Over de regels ga ik het zelfs nog hebben, maar eerst het ontstaan ervan. Het is gebeurd in Frankrijk in 1873. De spelregels zijn bedacht door Major Walter Clopton Wingfield. Ik weet niet of je die man kent, dit was deze man. En dan de toernooien. Het eerste toernooi was op 9 juni 1877. Het werd gehouden, Wimbledon noemde het toernooi. Was in Londen in Engeland. Eerst mochten alleen mannen meedoen, maar vrouwen mochten ook meedoen vanaf 1884. Het toernooi wordt altijd gespeeld met witte kleren. Hier, het logo van het toernooi Wimbledon, de witte kleren en alle velden die er liggen. Dan, dat was het tweede thema, het getrap. Dan de spelregels en materiaal. Natuurlijk belangrijk dat je de spelregels kent. Dus we gaan daarmee beginnen. Je speelt met 2 of 4 spelers. 1 tegen 1 of 2 tegen 2. Heel simpel. Meestal is het best of 3. Dus als eerst 2 spelletjes winnen. Zoals je daar op de afbeelding kunt zien. Of best of 5. Dat is in de Grand Slam toernooi. Dan is het wie er als eerste 3 wint. Je moet 6 games winnen voor een set. En best of 3 moet je 2 sets winnen. Best of 5, 3. Ja. Dus 6 games voor een set. Als 5-5 is, speelt je tot 7. Die dan als eerst 7 heeft, die wint de set. En als 6-6 is, dan is het tiebreak. Hier, hè. Scoren. Je ziet de sets er staan. De games. En dan 30-40. Ga ik het nu over hebben. De punten in een game. Begint met 0. Punt maken is 15. Nog 1 is 30, nog een punt is 40. Als 40-40 is, dan is het deuce, zo noemen we dat in tennis. En als je dan nog eens het punt maakt, dan heb je voordeel. Maar dan moet je nog eens het punt maken voor een spelletje te winnen. Een game. Het opslaan. Je slaat op van de ene kant naar de andere kant, afwisselend daar. Heel simpel, als je rechts staat, speelt je links over het net. Als je links staat, speelt je rechts over het net. Je krijgt 2 kansen om op te slaan. Dus je gaat achter die blauwe lijn staan. Als je nu rechts staat aan de blauwe lijn, hè, rechts erachter,
dan speelt je in het linker vaak van voor. Als je mist, krijg je nog een kans. Als je die mist, ja, dan is het gedaan. Je krijgt twee kansen om op te slaan. De bal mag één keer botsen en dan moet die over het net. Heel simpel. En als de bal uit of in het net is, is punt voor de andere. Hier, dit is de uitlijn. De achterlijn natuurlijk. En de zijkanten. Het groene veld is voor het enkelspel. En de blauwe lijnen is voor als je dubbel speelt. Dan nu een filmpje over de spelregels. En tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, komt niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo, pa, pa, en die andere gast, die scoort zo'n punt zo, boem. En die andere gast zo, oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0 alweer. Lekker bezig, Koertjan. Lekker bezig, 30-0. Wat de fuck is dit nou weer, weet je wel? Dan ging die ballen goed terugstaan, zo bam. Op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom. 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. 40-30 voor jou. In het net. Punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer proberen. Het is bij tennis zo. Hij scoort meteen het punt. Die andere gast, oké, nu staat het gelijk. Hij zegt, nee, dit is juice. Juice heet dit. Hij zegt, wat is juice dan? Dat is het nu. Dat is als het gelijk staat bij tennis. Dat heet juice. Hoe schrijf je juice dan? Als in apple juice. Maar dan zonder apple en juice totaal anders geschreven dan die juice. D-E-U-C-E, juice, juice. Juice. Juice, juice, juice. Juice. En die andere gast komt meteen een punt zo. Boom! Hij zegt, nu heb ik gewonnen. Nee, nu heb je bijna gewonnen. Dit heet voordeel. Dit heet voordeel. Dat is als je bijna hebt gewonnen bij tennis. En als je nu nog een keer scoort, dan heb je echt gewonnen. Maar dat is nog alleen nog maar de game, hè. Krijg je nog meer games, nog meer setmen, nog meer games. Ik denk dat we wel 3-4 uur bezig zijn, hoor, vanmiddag. Kan ik je echt garanderen, ja. Dat heet voordeel. Dat heet voordeel. Maar dat is zo bij tennis. Je krijgt eerst 15 punten, dan nog een keer 15 punten. Dan 10 punten. En dan woorden. Want dan zijn de punten op bij tennis. Waarschijnlijk omdat we nog wel scheutig waren met de punten in het begin. Met zijn ze op. En dan gaat zo door en staan gelijk. Op een gegeven moment staan ze helemaal gelijk in game. Ze staat 6-6. En die andere gaat staan nu 6-6. Wat nu dan? Hij zegt, is het super juice of zo? Hij zegt, nee, tiebreak. Hij zegt, wat is tiebreak dan? Waarschijnlijk komt net een tie langs. Tiebreak. Met een tie praten, weet je wel. Over niet veel koriander in soep doen en zo. Maar ik denk, hij zegt, is vet racistisch. Hij zegt, nee, ik bedoel eigenlijk T-I-E. Helemaal niks met tie, T-H-A-I. In ieder geval tiebreak. En die slaat gewoon die bal op zo, boom. En hij zegt, oké, 15-0. Nee, 1-0. 1-0 voor jou. In de tiebreak is het wel in één keer normale puntentelling, in tegenstelling tot de rest van tennis. Ja, en ik mag nu twee keer serveren trouwens, dus ja. Dus jij bent de grootste valsspeler die er ooit in heeft sport. Quiet please. Voilà, dat was het filmpje. Beetje grappig, hè. Mag ik toch hopen dat je een beetje gelachen hebt. Kunnen we nu verder met materiaal. Materiaal, wat heb je nodig? Simpel, tennisraket. Tennisbal natuurlijk, tenniskleren en natuurlijk tennisschoenen, allemaal heel simpel. Was klein, hè? Materiaal, snel over. Dan de belangrijke factoren, een van de belangrijkste dingen. Techniek, fysiek en mentaal. Dat zijn drie heel belangrijke factoren, waarvan dat mentaal het belangrijkste is. Kunt je hier ook zien in de piramide. Tactiek ga ik het niet over hebben, want dat is met heel klein. Dan technisch, fysiek en mentaal, het meest belangrijke. Hè? We gaan beginnen met de minst belangrijke, techniek. Hè? Dit zijn alle verschillende slagen die er bestaan. Het zijn er 10, ik ga de filmpjes laten zien. Dit is de voorhand, de gemakkelijkste slag die er is eigenlijk. Gewoon van boven naar onder slaan en die bal over het net spelen. Heel simpel. Dan nu de backhand. Dus het is gewoon een voorhand, maar dan met twee handen aan de andere kant van je lichaam. Een lob, je krijgt de bal en je speelt hem over de persoon.
naast u die aan het net staat. Dit zijn een paar volleys. Die worden gespeeld hier. Dan nu de smashes. Gewoon wijzen naar die bal en mot op die bal slaan. Opslag, belangrijkste slag in heel de tennis, of toch één van. Via de achterlijn en de andere is een service vak. Een dropshot, juist over het net spelen van de tegenstander. En dit is slice. Het lijkt heel hard op een dropshot, maar deze bal komt veel dieper. En dan nu topspin. Je moet helemaal met je raket over de bal wrijven, zodat je daar super veel spin op zet. En dan de laatste slag nu. Groundstroke. Een halve spagaat doen en die bal over het net tikken. Voilà, dat waren de filmpjes. Dan gaan we nu over naar het fysieke gedeelte. Fysiek, natuurlijk belangrijk hè, dat een conditie belangrijk is. Het zijn veel korte sprintjes. Je moet een goede snelheid hebben en een heel goed uithoudingsvermogen. Want een match duurt gemiddeld 3 tot 5 uur. Dan eten, wat eet een tennisser? 3 tot 4 uur voor de match krijg je een laatste volledige maaltijd. Meestal is dat pasta, muesli, havermout, een wrap. Een half uur voor de match moet je nog een halve liter water drinken en een kleine snack eten. Een kleine snack, dat kan bijvoorbeeld een banaan zijn, rozijnen of yoghurt. En na de match moet je zien dat je voldoende eiwitten op hebt. Elke dag moet je zorgen dat je minimaal 300 gram groente en 2 tot 3 stukken fruit eet. Dan mentaal, de belangrijkste van allemaal natuurlijk. Als je technisch goed bent, dus je slaat elke bal perfect binnen, allemaal super. Maar je moet weten dat dat niet altijd hoeft te lukken. Want het kan zijn hè, dat alles super goed lukt op de training, maar dan match, ah shit. Eén bal fout, ben ik heel boos hè, boos op mezelf van, waarom sla ik die bal niet goed? Ja, dan moet je zien dat je mentaal heel goed bent. Hè. Want je service kan perfect zijn op de training zoals er staat. Maar als je elke game één dubbel fout slaat, wat heel veel is, en al die mensen in de tribune zeggen van, let op je opslag, verzorg die een beetje. Ja, moet je zien dat je mentaal goed bent. Als je onder die stress en druk wilt presteren. Tips om er tegen te kunnen, om er tegenin te gaan. Je moet je niet focussen op het publiek, die is heel slecht. Je scoren is wel belangrijk, maar probeer je daar niet op te focussen. Het is niet als dat je 0-40 achter staat, dat je niet meer kunt winnen. En je moet ook niet kijken of dat je haar wel of niet goed zit, want dat werkt niet tijdens een tennismatch. Je moet je wel focussen op je voetenwerk natuurlijk. Kijk hoe dat de bal aankomt en hoe dat die stuitert en waar dat die stuitert. Nou, er is een man in de geschiedenis geweest vroeger, die noemt Bjorn Borg. Heel bekende tennisspeler geweest. En dat was een tennisser die geen gevoelens toonde op het veld. Zijn bijnaam was daardoor ook Iceborg. In 1980 kon hij voor de vijfde keer op rij Wimbledon winnen. Echt onwaarschijnlijk, voor de vijfde keer op rij. Natuurlijk, ja, veel druk op zijn schouders, want hij moest wel hè, 5 keer op rij. Had nog niemand anders voorgedaan. Dus ja, hij won dan uiteindelijk in 5 sets. De finale tegen John McEnroe. Hier ziet je de score. Die 16-18, dat was een tiebreak. Dat moet 2 punten verschil zijn voordat je het wint. En dan nog een filmpje vanuit de film. Het resultaat is 2-2. McEnroe no solo está de vuelta en el juego, sino que lo ha hecho mejor.
retirarse después de perder 7 match points en una final de Wimbledon. Pero Borg juega como si nada pasara. Y ahora se trata del corazón. Un corazón a derrotar a cada lado de la red. Tal vez ellos golpeen la pelota, pero depende del corazón. Y otra vez, match point para Borg. Ahora estoy encendiendo un puro que espero sea el puro de la victoria. Dat was het, Wilmke. Ik hoop dat je een beetje hebt mee kunnen pikken van de match. Ja. En dan de Grand Slams. De Grand Slams. Belangrijkste toernooien in tennis. Er zijn er 4. De Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. De Australian Open wordt gespeeld in Australië. Het is echt in de naam in Melbourne. Het wordt gespeeld op hardcore en het is in januari. Dan Roland Garros. Is nu bezig, hè. Is in Frankrijk, in Parijs. Het wordt gespeeld op gravel. Het begin van het toernooi is in eind mei. En het toernooi eindigt in begin juni. Wimbledon. Heb ik net al een paar keer over gehad. Het wordt gespeeld in Engeland, in Londen. Op gras. Het start in eind juni. En het eindigt in begin juli. En dan het laatste toernooi. De US Open. De US Open is in Amerika, in New York. Ook op hardcore, zoals de Australian Open. Het start in eind augustus en het toernooi eindigt in begin september. Voilà, dat waren de toernooien. En dan wil ik jullie ook heel hard bedanken voor het kijken naar mijn presentatie. Ik wil mijn mentor ook bedanken, mevrouw Mentes. Bedankt dat u mij geholpen heeft met mijn project. Ik waardeer het heel erg. En natuurlijk ook de twee begeleiders van het Plus-project. Mevrouw De Leeuw en mevrouw Schuurmans.
Bedankt dat ik dit mocht doen. En ik wens jullie ook nog veel succes in de toekomst met het project. Bedankt voor het kijken.